echt dat hij dit soort vragen ging stellen. Wil je nog wel naar RTL Late Night? Ik zeg, tuurlijk wil ik naar RTL Late Night. Dat vind ik toch leuk. Umberto belt me nog op van, hey Ali, ik ga niet dit soort vragen aan je stellen. Ik wil gewoon met je dansen. Je weet, ik hou van dansen. Ik zeg, is goed, ouwe biljartbal, ik zie je vanavond. Ik heb er zin in. Alleen ik was vergeten te vragen wie de andere gasten waren aan tafel. En dat moet je wel altijd doen. Want ik kom dat dus aan en ik hoor een van die gasten aan tafel is Fleur Agema. Ja, die. En voor de mensen die niet weten wie dit is, hè. Zij is nummer 2 van de PVV, de partij wiens leider minder van mij wilt. Ja. Meer kan ik er niet van maken. Dit is... Het wordt nog erger, hè. Want in het filmpje van minder, minder... Hebben jullie allemaal gezien, toch? Zie je Geert Wilders zo staan. En naast Geert Wilders zie je zo'n kort mannetje met een dikke kop en zwarte krullen. En die zo kan het klappen zo, toch? Die zo, minder, minder. Hij kijkt om zich heen met een blik in zijn ogen van, volgens mij zijn we de lul. Weet je nog? Die man heet dus Leon de Jong. En Leon de Jong is getrouwd met Fleur Agema. En ik zit daar aan tafel met Umberto Tan, kaasstengels en Fleur fucking Agema. En ik werd niet gedwongen om met haar in discussie te gaan. Maar ik had wel zelf zoiets van, ja, altijd als zij op tv is, denk ik, ja, zet er iemand tegenover die er aanpakt met goede argumenten. En nu zit ik daar en ga ik een beetje slap staan lullen over muziek. Weet je wat? Ik maak een uitzondering. Ik ga haar vandaag kapot maken gewoon. Verbaal, hè? Ali, verbaal. Hup, 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 hup. Ik pak een kaasstengel, ik begin te knabbelen. Ik denk, begin jij met praten. En Fleur Agema begint te praten en ze zegt dingen waar ik het mee eens ben. Ze zei, wij van de PVV vinden dat ouderen niet langer dan 24 uur in de luier mogen. Iedereen kijkt mij aan en ik zeg, ja, dat vind ik ook. Ja. Maar dat vind ik ook, want ik weet dat ik ga forceren. Dat ik zeg, nee hoor, 22 uur. 22. Sta je ook voor lul? Maar ze ging maar door. Ze begon alleen maar dingen te zeggen waar ik het mee eens was. Op een gegeven moment begon ze aan me te friemelen. Ik begon aan haar te friemelen. En ik denk, wat is hier aan de hand, jongen? Maar ik liet het wel gebeuren, want ik dacht, misschien ontdek ik wel dat Fleur Agema en ik veel meer op elkaar lijken dan ik ooit had gedacht. Toen het programma was afgelopen, liep ze meteen naar de kleedkamer. Ik liep er meteen achteraan, werd ik op de gang tegengehouden door 6 van die Mossad-achtige agenten. Ik zei, hey, 2 vingers in de lucht, kom op, kom op. Zet ze, oh, hij is het, kom, hallo. Liep ik langs, kwam ik Fleur tegen op de gang en ik zeg, Fleur. En ze zegt, ja. Ik zeg, wat vond je van vanavond? En ze zegt, leuk. En jij? Ook leuk. Fleur, hè? Even eerlijk, hè. Wat vind jij nou van mij? En toen zei ze, leuk. Ik moet altijd om je lachen. Hoor ik je dingen roepen, denk ik, ja, hoe komt die jongen erbij? En ik vind dat je hele mooie tv-programma's maakt. Met die rappers en die oudere muzikanten, kippenvel all over. Ik zei het laatst nog tegen mijn man, ik zei, hij maakt hele mooie programma's. En toen zei mijn man, daar moet hij meer van maken. Ik zeg, Fleur, maar wat nou als ik je aan vertel? Dat ik inspiratie haal uit mijn geloof om mooie dingen te doen. Wat vind je daar dan van? En toen zei ze, gewoon mooi. Ik zeg, maar Fleur, als dit is wat jij vindt, dan kunnen jij en ik een revolutie ontketenen. Als dit is wat jij vindt, hoef je alleen maar naar buiten te gaan en te zeggen wat je vindt. Ik ben Fleur Agema, nummer 2 van de PVV. En ik vind een geloof nooit per definitie slecht of goed. Ik vind een interpretatie slecht of goed. En zoals Ali Sociali dat interpreteert, vind ik mooi. En zoals Ali Radicali dat doet, dat vind ik fout. Maar dat vindt Ali ook. En dan zeg ik, ja, dat vind ik ook, ja. En dat vinden de meeste moslims eigenlijk wel. En weet je wat? We gaan ook met al die moslims vanaf vandaag stemmen op Fleur Agema en de PVV. Ik zeg, zie je het voor je, Fleur? Dat alle moslims straks stemmen op PVV alleen maar omdat jij je mening geeft. Wat vind je van dit fantastische idee? Allemaal Marokkanen op straat. PVV, wat? PVV, ewa, PVV. Allemaal hoofddoek op straat. PVV, joe. Het is revolutionair. Alleen maar omdat jij je mening geeft. Wat vind je van dit fantastische idee? En toen zei ze, dat is jouw mening.
Ik zeg, het is een vraag, niet een mening. Ik stel jou een vraag over wat jouw mening is van hetgeen wat wij net concluderen. Wat vind jij van dit fantastische idee? En toen zei ze, in Saudi-Arabië mogen vrouwen niet autorijden. In Saudi-Arabië mogen homo's niet samen zijn. Saudi-Arabië? Ja. Ja, ik ken er helemaal niemand. Kijk, ken jij mensen in Saudi-Arabië? Ik ook niet, lieve schat. Dit is gewoon Amsterdam, hè. Ik weet niet wat jij allemaal voor je ziet, maar er staat geen McDonald's. Laat ik het anders aan je vragen, Fleur. Wat vind je van dit idee voor ons hier alleen in Nederland? En toen zei ze, mijn standpunt is duidelijk en daar laat ik het bij. Dag Ali. Ik denk, wat is dit voor een rare wending in het gesprek? Hoe ga je van zo dicht bij een revolutie zijn naar een Fleur die ineens abrupt wegloopt? 6 agenten lopen er zo achteraan en die laatste agent zei tegen mij, ik weet ook niet waarom ze zo doet, man. Sorry.